leuk dat je weer bij bent. Ik had nog wat extra scraps over van de challenge die ik met Creatief met Tess had gedaan. En ik dacht, ik maak er een wenskaart van. Ik heb dit gewoon, dit is een kaartje die ik die koop je per 10 of per 8 geloof ik. Bij Action, Vibra, dat soort winkels. En omdat het best wel veel stripjes zijn, deze stukjes papier, dacht ik. Om met de scraps zeg maar stroken aan te brengen en dan dat zo neerzetten dat het een kaart voorkant wordt, zeg maar. En ik vond dit wel een mooie breedte, omdat het is lekker smal. En dan kan ik voldoende van deze kleurtjes gebruiken om dit oplegkaartje te bekleden, zeg maar. Dus ik ga eerst even alles in dit soort strips snijden en dan ga ik het straks vastplakken. Dus dan zie je me straks weer. Ik moet eigenlijk beginnen met eentje vast te plakken en dan de rest kan ik er dan zo naast leggen. Zodat ik zeker weet dat alles bedekt is. Maar alleen maar streepjes zeg maar in één richting vind ik een beetje saai. Dus ik denk dat ik een soort van patroon ga maken. Dat een paar zo gaan in de andere kant op. Even kijken of ik dat kan puzzelen, want ja, dit zijn alle scripts die ik heb. Ik wil juist voor de challenge proberen om niet te veel andere dingen erbij te doen. Nee, weet je, ik ga gewoon beginnen. Ik begin met deze, want dit zijn de langere stukjes. Dus die doe ik een beetje in het midden hier. En die knip ik dan. Hier. Dan doe ik deze kant, dan gaat alles naar boven. En dan deze kant gaat alles zo. Zeg maar zo. Zie je al dat er wat gebeurt? weet je wat ik hier zeg maar eraf knip, kan ik natuurlijk hier plakken. En dat geldt ook voor al deze kleine stukjes. Dus zo ga ik het doen. Ik ga het plakken en knippen. Hier is het een soort van trapsgewijs. En hier zitten ze naast elkaar en aan deze kant ook. Dus dat ga ik gewoon versneld doorspoelen. Hoor. Dat is niet zo leuk om te zien, denk ik. In real time. Nou, dan keer ik hem nu om en dan knip ik dit er allemaal af. En wat ik dan over heb, plak ik dan aan de lege kant voorop. En zo. En dan plak ik dit hierop. Dan heb je eigenlijk al een hele mooie basis. Ik zeg dat ik hier wat foutjes had gemaakt, dus ik ga hier aan de onderkant iets anders plakken. Misschien een leuke kat uitgeknipt of zo. Of even kijken wat hier allemaal op liggen. Ik heb hier nog een stukje wit papier. En hier kan ik wel op stempelen van gefeliciteerd of happy birthday ofzo. Ik vind het wel een leuke verjaardagskaart. Ik heb hier wat kleine stempels en toevallig staat happy birthday al klaar. Dus die ga ik gebruiken. Ik hoop dat het past. Ik denk net. Niemand ziet dat ik hier een foutje heb gemaakt. Ik ga alleen nog de hoekjes afronden van de kaart en dit stuk. Dat vind ik gewoon mooier. Het is niet helemaal noodzakelijk natuurlijk. Maar... En dit stukje plak ik met foam tape. En
breng hier altijd nog een beetje van de alleslijm aan, want dan heb ik nog iets meer speling om de kaart te bewegen, zeg maar, de lijm. Nu wil ik alleen het randje nog van deze een beetje donker maken. Ik heb hier toevallig deze stempel in staan, dus dan gebruik ik dat maar. En de kaart is klaar. Dat kan je op een hele efficiënte manier en ja, ook wel een leuke manier, vind ik, scraps opmaken. Ik mis alleen nog wat. Zal ik hier nog een zwart lijntje omheen doen? Of zal ik het juist zo laten? Ik denk er nog even over na. Ik was vergeten op een record te klikken, maar ik heb uiteindelijk de Happy Birthday op foamtape geplakt. Zelfs als dit. Drie katten uitgeknipt uit het stukje papier dat ik hier nog over had. En die ook op foamtape geplakt. Dus ik doe er geen zwart randje meer over mijn oom heen. Dat had ik denk ik moeten doen voordat ik het hierop plakte. Want ik kan dan met een soort distress ink bijvoorbeeld de randjes een beetje kleuren. Ja, eigenlijk is dat ook weer niet de bedoeling, want de hele challenge was alleen gebruiken wat Tessa me had gestuurd. Had je die video trouwens nog niet gezien? Ik zal hier een linkje plaatsen naar de video van onze eerste challenge. Of van de originele challenge. Goed, dat was dit de kaart. Dus voor nu wil ik je bedanken voor het kijken van de video. En ik wens je een hele fijne dag vandaag. En tot de volgende keer. Daag!